En ik wil laten zien aan iedereen dat ook jij dat kan bereiken. Ik heb hier mensen zitten die al 20 jaar letterlijk alleen maar op de bank hebben gezeten. En die komen nu hier sporten, die komen nu hier binnenstappen. Dat is fantastisch. Dus ik wil ervoor zorgen dat bij heel Nederland dat vlammetje wordt ontstoken. Welkom sterke broeders en zusters bij weer eens een iets wat andere video, een iets wat andere vlog. Het gaat vandaag over het ontstaan van Total Strength, zodat jullie weten wie ik eigenlijk echt ben en wat de reden is dat ik hier in deze loods in Lekkerkerk sta en hoe ik eigenlijk hier terecht ben gekomen. Om maar gewoon te beginnen bij het begin. Ik had vroeger echt een hekel aan sport. Toen ik een jaar of 12 tot 16, en eigenlijk van mijn 16 tot mijn vroegere periode, tot 0 jaar eigenlijk, vond ik echt sport vreselijk. Ik heb helaas een jaartje op korfbal gezeten. Ik vond er geen ruk aan. Ik was daar hartstikke slecht in. Heel het team verloren alles. Ik kan mij niet herinneren dat ik überhaupt één wedstrijd ooit heb gewonnen. Zoals sommigen op dit kanaal wel weten, ik ben ook totaal geen voetbalfan. Maar tot mijn eigen stomme verbazing heb ik daar ook nog een week of 3-4 op gezeten. En dat was het wel eigenlijk. Dan vraag je natuurlijk af, wat doe jij dan hier en hoe kom je hier terecht? Waar is het tussen haakjes misgegaan? Hoe ben je in één keer helemaal doorgeslagen? Toen ik een jaar of 12 was, toen ging ik net zoals iedereen, heel Nederland, ging ik naar de middelbare school toe. Ik zat in een klas, het was een technische school, en dan zat ik in een klas met alleen maar jongens, alleen maar mannen. En ik woog op dat moment een kilo of 90. En dat was niet extreem zwaar, maar ik woog wel wat meer als het gemiddelde van mijn klas. En ik zat er natuurlijk zelf ook wel mee, je valt toch op. En wat er daarna gaat gebeuren, als je in een klas zit met alleen maar mannen, testosterongehalte gaat omhoog. Je gaat natuurlijk vechten, je gaat het randje opzoeken. Hoort er allemaal bij, is aan de ene kant fantastisch. En aan de andere kant, je wordt er natuurlijk tussen uitgepikt om belachelijk gemaakt te worden. Om gepest te worden, om bijnamen te geven. Daar krijg je akkefietjes van. Laten we het zomaar netjes noemen. Dus toen ik een jaar of 15 was, toen was ik eigenlijk helemaal klaar mee. Ik had op mijn 15e begon ik met werken. Ik deed een werken leren studie, dus één dag in de week naar school, 4 dagen werken. En ik begon wat geld te verdienen. En ongeveer rond die periode begon ik natuurlijk ook met bier drinken. Want nu moet je er 18 voor zijn, toen moet je er 16 voor zijn. En als ik 15 was, voelde ik mezelf al 16. Ik was al redelijk lang, dus ik ging lekker gewoon naar de Lidl toe. En naar de Albert Heijn, noem maar op. En de vraag is niet om je ID-kaart, dus je kan lekker gewoon onbeperkt bier gaan kopen als je genoeg geld had. En dat had ik toen, want toen woonde ik thuis. Op het moment dat dat gebeurde, ik ging dus van 90 kilo naar 95 kilo. Naast het bier drinken, ieder weekend een stuk of iets meer als een kratje per weekend dronk ik. Meestal dronk ik een vrijdag 16 en dan zaterdag moest ik weer een nieuwe halen, want ik kocht vrijdags een kratje. Er zitten er 24 in, dus als de 16 opdrinkt heb je er nog 8 over. En dan moest ik zaterdag weer een beetje aanvullen, want dan 8 had ik niet genoeg. Ik werd natuurlijk dikker en dikker. En zoals ik al zei, ik was nooit echt extreem dik. Maar een kilo of 95, zo richting de 100. Dat werd voor mij eigenlijk mijn punt dat ik dacht van oké, Raymond, nou gaat het te ver. 100 kilo, het werkt niet. Je klasgenoten werken ook niet echt mee. Die weet je, loop je ook te irriteren. Dus ik werd lid van de sportschool. Fantastisch. De eerste maand ging ik daar naartoe. Volle zin natuurlijk. Yo, we gaan lekker vlammen, we gaan knallen. Ik ging ervoor. Kut, eerste maand ging goed. Tweede maand ging ook nog wel goed. Derde maand ging het niet meer zo goed. En de vierde maand had ik zoiets van, weet je wat, progressie blijft uit. Vierde, vijfde maand gaf ik het op en denk ik, laat me zitten. Dat had ik een keer of 3 gedaan. Totdat het december werd. Om exact te zijn, december 2009. December 2009 besloot ik, weet je wat, ik ga het nieuwe jaar goed beginnen. Ik ga een goed voornemen doen. Ik was inmiddels dus, zoals ik net zei, 3 keer lid geworden van de sportschool en ik ben er 3 keer mee gekapt. En ik dacht, weet je wat, 2010 gaat mijn jaar worden, ik ga vlammen. Ik wilde dat jaar niet meer naar de sportschool toe.
Het was 1 januari. Mijn ouders hadden een home trainer thuis staan. En ik dacht, weet je wat? Ik heb echt geen flauw idee wat ik moet doen. Ik ga lekker op die home trainer. Ik ga mezelf helemaal de klote in fietsen. Hoppakee, gas erop. Dus ik had besloten om 7 dagen per week, een uur per dag, op die fiets te gaan. Ik wilde niet meer, zoals ik zei net, ik wilde niet meer naar de sportschool toe. Ik, weet je, er lopen daar zulke gasten. Alles was altijd bezet. Ik wist ook zelf helemaal niet wat voor oefeningen ik moest doen. Ik wist niet hoe ik moest eten. Als ik de trainers om een schema vroeg, dan zeiden ze, hier in een schema, ga die machines maar langs. En that's it. Al met al allemaal informatie waar ik of niks aan had, of informatie die ik miste. Dus ik iedere dag op die home trainer, thuis, een uur. En tot mijn stomme verbazing, na 1 à 2 maanden, gebeurden er 2 dingen. Nummer 1 was dat ik verschrikkelijk veel spierpijn in mijn reet kreeg. De hele dag op de klote ding zitten. En nummer 2 was dat ik gewoon nog een kilo of 3-4 verloor. En toen dacht ik, hey. Ik denk dat dat voor mij het moment was, Ignite Your Fire, waar mijn slogan vandaan komt. Dat was het moment, aha, er is wat gelukt. Een probleem van vroeger van mij, waar ik mee werd gepest, waar ik mee zat. Dat kon ik oplossen. En toen werd het interessant. Ik dacht, weet je wat, ik koop een setje dumbbells. Niet deze dumbbells, andere dumbbells. Maar ik denk, ik koop een setje dumbbells, kan ik een beetje pompen. Later kocht ik een bankje, ook een ander bankje. En voor je het weet heb je een hele loods vol met spullen. Ik heb ook workout DVD's voor de tv gedaan, springen elke dag een uur. Ik ben gaan hardlopen. Ik kwam ooit eens op een halve marathon in iets minder dan 2 uurtjes. Was niet helemaal mijn ding. En op een gegeven moment had mijn interesse zo gewekt dat ik dacht, weet je wat? Ik ging natuurlijk boeken lezen, YouTube filmpjes kijken, echt. Ik noem een fitness YouTube filmpje op en ik heb hem waarschijnlijk gezien. Momenteel maak ik ze zelf natuurlijk, dus heb ik wat minder tijd om ze te kijken. Ik ben zoveel gaan lezen, zoveel voorbeelden van andere mensen gezien, zoveel motivatie gevonden. Boeken gekocht over coaching, boeken gekocht over voeding, boeken gekocht over anatomie, fysiologie, noem maar op, echt alles. Uiteindelijk dacht ik, weet je wat, laat ik ook een opleiding volgen. Fitness instructeur A, oftewel fitness instructeur. Dat was fitvak A, wilde ik zeggen, sorry. En fitvak B, personal trainer. Beide boeken gekocht. Opleidingen heb ik niet afgemaakt, want ik had simpelweg geen geld. Ik had mezelf ingeschreven voor die opleidingen. 99% gemaakt en alle toetsen allemaal gemaakt, overal heen. En als laatste moet je alleen een mondelinge toets doen met iemand. Dat verhaal kostte mij €800 en op dat moment in mijn leven had ik gewoon simpelweg geen €800, zo ongeveer was het bedrag. En ik dacht, weet je wat, ik kan beter geld bewaren, investeren in spullen. Dus dat heb ik gedaan. Later boeken Nesem, Amerikaanse personal trainer boeken. Later heb ik ook nog een opleiding gedaan bij Jordi Snijders. Google hem maar even, dan zou je zien wie dat is. Als powerlift instructeur. Al met al, mijn interesse was gewekt. Dat is over een langere periode dit allemaal. Ik heb alleen 1 gigantisch grote fout gemaakt. In die fase dat ik dus echt begon met dat fietsen, dat ik begon met dat hardlopen en al die oefeningen voor de tv en noem maar op. De grootste fout die ik kon maken was alleen maar cardio gaan doen en een beetje krachttraining. Ik was van 95 kilo naar 70 kilo gegaan. Dat zag er absoluut niet uit. Ik was 1,90 meter, 70 kilo, dan ben je zo. Dat ziet er absoluut niet uit. Ik ben nu al niet super gespierd, maar toen was het echt veel en veel erger. En het probleem, niet het probleem, maar dat heeft een heel logische oorzaak, een heel logische reden. Als je vroeger een probleem had en je kan het zelf oplossen en iets werkt eindelijk na zoveel proberen, dan sla je door. Dat is logisch. Je kan zelf je eigen probleem oplossen en dan sla je door. Dat was voor mij een gigantisch harde les. Als je 25 kilo afvalt en het is 12,5 kilo spier en 12,5 kilo vet, dan zie je er uiteindelijk nog niet uit. Dan kan je beter 25 kilo zwaarder wezen. Dus dat is wat ik hier ook altijd tegen al mijn klanten vertel en wat jullie uitgebreid op dit YouTube kanaal, Facebook, waar dit filmpje ook terecht komt. Waar jullie mij altijd op zien hameren, cardio is leuk.
In die periode had ik gewoon een fulltime baan, zoals iedere Nederlander. Dat was in de techniek, had niks met fitness te maken. Maar naast die fulltime baan had ik ook een bijbaantje. Nummer 1 was dat ik in een fitnesscentrum hier in de buurt stond. Dat heb ik echt maar een hele korte tijd gedaan, want ik kwam er al heel snel achter dat als je fitnessinstructeur bent, dat het eigenlijk helemaal niet zo leuk is. Ik kwam in gesprek met iemand en die vertelde, er zijn twee types mensen, Raymond. Nummer 1, die nemen wat van jou aan. Die mensen zijn aan het fitnessen en je loopt naar ze toe en je zegt, hey, dit en dit doe je verkeerd. En dan zeggen ze, goh, dank je. Alleen die mensen interesseert het helemaal niet zoveel, dus die doen het volgende week weer opnieuw. Die doen het volgende week weer opnieuw fout. Tweede type persoon zijn personen zoals jij, personen zoals mij. Die zelf interesse hebben, die zelf filmpjes gaan opzoeken, die zelf boeken lezen en die zelf opleidingen gaan doen. Naar die persoon loop je toe en je zegt, hey, je doet dit en dit verkeerd. Of je krijgt een discussie, of hij zegt, ah, het zal wel joh. En het interesseert hem gewoon niet, want hij weet het toch zelf wel beter. Heel de dag alleen maar stilstaan als instructeur. Sorry, ik vind daar persoonlijk, vond ik daar niks aan. Dus daar stopte ik snel mee. Een tweede baantje wat ik had, was EMS-instructeur in een personal training studio. Zoals jullie weten, als ik ergens een hekel aan heb, als iets geen resultaat levert, dan is het EMS-training. EMS-bullshit. Sorry dat ik het op die manier moet zeggen. Ik sta daar compleet gewoon niet achter. Voor de mensen die niet weten wat EMS-training is, of google het even. Het is simpelweg een pak aantrekken, elektroden erop en alleen maar excentrisch trainen. Ik weet niet precies wat ze tegenwoordig beweren, maar volgens mij komt het neer op 20 minuten tussen haakjes sporten is even goed als 1 uur krachttraining of iets van die bullshit. Een andere ding was dat ik ook een paar losse klanten heb getraind, ook in die apparaten, ook niet in die apparaten, en dat was fantastisch. Wat ik had in die periode van mijn leven, ik ben zo gelukkig, zo gepassioneerd. Je hebt eigenlijk iets wat je, weet je, het ignite your fire, hetgeen wat mij zo blij maakt, hetgeen wat mij zelfvertrouwen gaf, hetgeen waar ik gewoon vol gas voor kan gaan. Dat kon ik dus vertellen aan andere mensen. Ik kon dus mijn passie delen met andere mensen. Andere mensen die niet zo lekker in hun vel zitten. Soms ben je als trainer eigenlijk gewoon psychiater. Mensen komen naar je toe en het gaat niet altijd lekker in iemands leven. Klanten ook. Klanten worden hele goede vrienden van je. En zodra je ziet dat het met iemand niet lekker gaat, of het is al een andere, hey, hoe is het? Een beetje down, of de training gaat niet zo lekker, dan vraag je wat er is. Sommige mensen vertellen heel veel, dat is fantastisch, en dat hou je ten alle tijden privé. En het tweede ding is, mensen zijn down. Ze zijn niet zo lekker, niet zo tevreden met hun lichaam. Wil niet zeggen dat ze allemaal heel depressief of iets dergelijks zijn, alleen het kan wel beter. En als je dan vervolgens iemand met een probleem tussen haakjes kan naar total strength kan laten gaan, naar die mindset goed, naar het tevreden zijn over je uiterlijk, over die even een keer je lichaamsgewicht van de grond af deadlift. Als iemand dat voor de eerste keer doet, die atlastoon optillen, weet je, zulke soort dingen, dat woede, dat innerlijke vlammetje wat je kan laten ontsteken, dat is lekker, dat is leuk om te doen met iemand. En op het moment dat ik daarachter kwam, dacht ik, dit moet ik gaan doen. En zoals jij merkt aan mijn reactie, het ignite your fire in de meeste traditionele personal training studio's, ik zeg niet allemaal, maar de meeste, is het wat rustiger, wat beheerst trainen, gecontroleerd. Ja, rustig is belangrijk. Ja, gecontroleerd is belangrijk. Ja, lichaamsbeheersing is belangrijk. Vandaar dat ik met 5 fases werk. Spieruithoudingsvermogen, stabiliteit, spiermassa, kracht en explosiviteit. Omdat ik zo van een beginner een atleet kan maken. Maar het is ook wel eens goed om dat ignite your fire te doen. Vandaar dat ik hier werk met powerliften en dat ik hier werk met strongman. Af en toe is het even gewoon een beetje break the fucking rules. Gewoon gas erop. Dat is heerlijk. En daarbij bereiken mensen total strength. Daarmee bereiken ze zelfvertrouwen. En daarvan worden ze gelukkig. En dat is nou precies de reden waarom ik hier zo sta. Ik heb in mijn ogen total strength bereikt. Explosief, snel, sterk, kan een stukje hardlopen, maar vooral mindset. Mindset klopt, lichaam klopt. En ik wil laten zien aan iedereen
dat ook jij dat kan bereiken. Ik heb hier mensen zitten die al 20 jaar letterlijk alleen maar op de bank hebben gezeten. En die komen nu hier sporten, die komen nu hier binnenstappen. Dat is fantastisch. Dus ik wil ervoor zorgen dat bij heel Nederland dat vlammetje wordt ontstoken. Total Strength, ignite your fire and grow stronger.